Evert Santegoeds uit zijn ongenoegen over Tim Hofmans recente oproep aan mensen om zich te melden als ze slachtoffer zijn geworden van politiegeweld tijdens demonstraties. Hij noemt het ronduit bespottelijk en vindt dat Tim zichzelf hypocriet gedraagt, gezien zijn eigen ervaringen met de politie. Santegoeds herinnert aan een incident waarbij Tim Hofman zelf emotioneel naar de politie stapte nadat een verwarde man met een pistool bij de FARA verscheen. Hij betoog dat Tim destijds vol lof was over hoe serieus de politie zijn situatie behandelde, maar nu kritiek levert op hun optreden bij andere zaken. Volgens Santegoets wordt Tim nu met terugwerkende krachten serieus genomen, verwijzend naar het incident waarbij een verwarde man dreigde Tim Hofman te willen vermoorden. Hij impliceert dat Tim nu, in plaats van dankbaar te zijn voor de steun van de politie, hem bekritiseert door te vragen naar beelden van politiegeweld tijdens demonstraties. Santegoets maakt zich zorgen over de objectiviteit van Tim en benadrukt het belang van het volledige verhaal tonen. Zoals presentator Rensen dat doet door zowel de aanleiding als de reactie te laten zien. Hij betoogt dat door het tonen van het volledige beeld het perspectief kan veranderen en de situatie genuanceerder wordt begrepen. In plaats van selectief te zijn in de beelden die hij deelt, adviseert Santegoed Tim om het hele verhaal te laten zien om een objectief beeld te geven van wat er werkelijk is gebeurd tijdens demonstraties. Hij benadrukt dat het tonen van alleen bepaalde framgenten de situatie vertekent en tot verkeerde conclusies kan leiden.